In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder een afwijking aan je borsten wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Het is daarom belangrijk dat je je borsten kent. Zo kun je zelf eventuele symptomen herkennen en actie ondernemen. Maar hoe doe je dat? Doe regelmatig zelf een borstcheck. Ga voor de spiegel staan en bekijk je borsten. De meeste signalen kun je zien. Kijk dus vooral goed en let daarbij op de 12 meest voorkomende symptomen die kunnen wijzen op borstkanker. Naast kijken naar je borsten kun je ook voelen. Leg je rechterarm achter je hoofd en leg je linkerhand op je rechterborst. Maak met 4 gesloten, gestrekte vingers kleine ronddraaiende bewegingen van de rand van je borst naar de tepel. Begin rechtsboven, ga je borst rond en eindig waar je bent begonnen. Controleer daarna je tepel en het gebied eromheen. Trek je tepel rustig naar voren. Deze moet soepel meegeven. Herhaal deze stappen ook bij je linkerborst. Twijfel je of heb je een klacht? Ga naar je huisarts. Ga voor meer informatie naar kenjeborsten.nl.